Welkom bij deze Vattenvlog. We zijn hier in Amsterdam-West op weg naar de Descartesstraat. Er wordt daar de stadswarmte aangelegd en dat vind ik natuurlijk al mooi. Maar ze gebruiken hier iets nieuws. Kijk, hier zijn we de warmteleidingen aan het aanleggen en zo kunnen we de milieuvriendelijke warmte naar de stad toe brengen. Om de voetjes droog te houden gebruiken we bemalingspompen. Want in de put heb je te maken met grondwater. Die pompen die zijn dan weer aangesloten op een dieselaggregaat. 24/7, zolang het nodig is. Dat is in de bouw heel normaal, maar eigenlijk niet de ideale situatie en al helemaal niet in een woonwijk. Daar hebben we bij Vattenval dus wat op gevonden. André, we hebben net jouw project bekeken. Hè? Daar hebben we die green battery gezien. Wat is dat nou eigenlijk? Van een accu. En een accu? En die laden we op in de regelkamer achter ons. Hij staat gewoon aangesloten, hier wordt je opgeladen en op enig moment steeds vol en de accu en verder in het veld is leeg en dan wisselen we hem. Dit is een stap in het emissievrij bouwen van nou, bijvoorbeeld stadsverwarming, maar dat is maar één van de toepassingen. De bronnenmaanspompen worden erop aangesloten. De lasapparatuur, de lasser werkt ermee. De keten onder andere wordt er ook op aangesloten. Nou, het is iedere keer dezelfde green battery. Ja. Alleen wat je er aanhangt, zonnepanelen, autolaadpaal, bronbemalingspompen, een podium op een festival, een bouwkraan. Dat bepaalt de toegevoegde waarde van de batterij en hoe die gebruikt wordt. Hoe lang zijn jullie nu aan het werk met de green battery? Uiteindelijk denk ik 2,5 maand. 2,5 maand. En in die 2,5 maand, hoeveel liter diesel hebben jullie dan bespaard? Ja, dat weet ik niet exact, maar tot nu toe hebben we 4600 kilowattuur verbruikt, elektrisch. En dat is omgerekend op weer 2300 liter diesel. 23. Wat we bespaard hebben. 2300 liter diesel. Ja. Gaan we dit nu altijd toepassen? Ik denk niet altijd dat het toegepast kan worden, maar wat mij betreft wel. Mij bevalt het echt goed. Nou, ik heb genoeg gezien en ik ben trots. Tot de volgende keer. Tot de volgende Vattenvlog.